Dus wat gaan jullie vandaag doen? We gaan naar de koning. Het is wel een eer om de koning te ontmoeten. Het heeft wel een bepaald charme, natuurlijk, en een bepaald verwachting. En wat gaan jullie bij de koning doen? Praten over ons boek en over het Corsica-project. Heb je het boek al helemaal uitgelezen? Ik heb wel stukken van telkens moeten lezen voordat het gedrukt was. Wat wil je vertellen over de reis? Het is elke keer heel tof als je een nieuwe top had bereikt of een nieuw uitzicht. Ik denk dat ik gewoon ga vertellen wat er mee opkomt en zien als er een vraag opkomt. Had je gedacht dat het zo zwaar ging zijn? Nee, ik had het wel een beetje onderschat. Ik denk iedereen. Toen besefte ik het niet, ik was gewoon uitgeput. Maar nu besef ik van, ik heb wel een ervaring erbij. Jasmin, we zijn net buiten het paleis. Hoe was het? We zijn met de koning geweest. Ja, heel gewoon. Gezellig. Het was heel mooi. De koffie was zeer lekkere koffie. Ik vond het wel spijtig dat we geen stuk taart hebben gekregen. Zeer vriendelijke man en heeft zeer intelligente vragen gesteld. Ik ben heel trots op mezelf dat ik dit heb kunnen bereiken na 6 jaar in België te zijn. Maar hij heeft wel zijn best gedaan om het gesprek op gang te houden. Hij heeft ook heel boeiende vragen gesteld. Dus hij was heel geïnteresseerd. Ja, hij was heel geïnteresseerd. Hij heeft ook een paar vragen gesteld. Heel ontspannen en open. Zeker voor herhaling vatbaar. Ja, ik ben blij. Heel tevreden. Zou je het nog eens opnieuw willen doen? Ja, absoluut. Hadden jullie een cadeautje meegenomen voor de jarige prinses? Sven heeft aan het begin van onze ontmoeting ons boek overhandigd. En ook een ingepakt exemplaar voor de prinses.